zat patatten te schillen. Zeg, Maske! Wanneer de witte boos was op zijn moeder, noemde hij haar kortaf Maske. Ik geloof dat er patatten genoeg zijn. Moeder kwam kijken en vond inderdaad dat er genoeg waren. En dan moest de witte ze spoelen, in de ketel gieten, over de haard hangen, het vuur oprakelen en hout bijleggen tot de vlam weer opwakkerde. Allemaal dingen die hij tot in de grond van zijn hart verfoeide en die ze hem deden voelen hoe ongelukkig zijn bestaan was. Hij deed het laatst van al een handvol zout op de aardappelen en ging dan aan tafel zitten om na te pijzen. Moeder had hem gezegd te zorgen dat het eten flink doorkookte, want het liep al tegen de noen en het mansvolk had graag zijn eten op tijd. Vanuit het bakhuis klonk het dreigend. We zijn er allemaal in godsnaam weer mee bezig. En een ogenblik later kwam moeder zelf eens kijken of haar zoon wel voor het vuur zorgde en geen te erge kwaperen uithalen. Ze lichtte het deksel van de ketel even op en vroeg: is er zout op de patat? Kun je dat vergeten zijn? Loog de witte, die het wel kon lijden dat er aan die aardappelen van hem iets scheelde. Misschien zouden ze hem dan voortaan niet meer dwingen zo'n stom werk te verrichten. En moeder haalde daarop een grop zout uit de stenen pot en wierp die in de ketel. Deze middag mochten we gaan spelen, zei moeder groetig. En in een oogwenk was de witte klaar. Hij sloop stilletjes naar de schapraai, sneed er twee dikke boterhammen van het brood die hij in zijn binnenzak stopte en nog een derde die hij dadelijk ter plaatse binnenworgde. Zijn de patatten nog niet murf? Riep Heinke terwijl hij zijn handen aan het wassen was. Ze broebelen toch al? Schreeuwde de witte terug. Heinke kwam daarop binnen, keek eens naar de klok, dan naar de witte en ging het deksel van de ketel oplichten om zich te overtuigen dat hij niet meer te lang op zijn eten zou moeten wachten. Zeg, ons moeder heeft toch weer niet vergeten van zout op de patatten te doen, zei ik. Vroeg hij, wetend dat dit een vergetelheid was die bij moeder al eens wel eens meer voorkwam. Dat weet ik niet, loog de witte. En na een ogenblik aarzelen, ik heb toch niks gezien. Als ik er goed op aas, dan geloof ik niet dat ze er zout op gedaan heeft. Heinke greep daarop naar het zoutvat, greep op zijn beurt een handvol zout en voor de derde keer werden de aardappelen van de witte gepekeld. Dan ging hij weer naar buiten om daar nog het een en het ander te vullen tot de tafel gedekt werd. De witte grinnikte. Wat zouden ze allemaal snuiten trekken deze middag? Dat zou hun leren hem een werk op te leggen dat ze zelf moesten verrichten. Hij zag vader reeds de eerste aardappel die hij aan de mond bracht, over de tafel gooien met zijn gewone de dieu. En hij hoorde Heinke al grommelen dat dat was om dood te vallen. En niets. Ja, ze zouden daar alle vier op elkaar een ogenblik zitten kijken of ze azijn gedronken hadden. En dan zouden ze allemaal woedend wat zeggen en dan allemaal vragen waar dat de witte was. De witte kreeg toch een beetje schrik en oordeelde het geraadzaam zich terzijde te houden. Hij had toch al een boterham op en nog twee in zijn zak. In de schapraai vond hij nog een stuk koud spek van 's morgens en toen moeder de huiskamer binnenkwam om de tafel te dekken, schoof de witte, zonder iets van zijn inzicht te laten blijken, het huis uit. Hield zich achter de houtmeid een tijdje verborgen, tot hij zeker was dat ze allemaal binnen waren, en zette het dan op een loopje, de hof door, waar hij vier dobbelfluppen van een boom trok en liep dan de wijde wereld in.